niet van elkaar! Wat we willen we gaan geloven? Wat zagen ze hier, Gluck? Vernobad? Oh, je vrouw groene dingen. Bent u hier ook? Die koop! Die gekke koop! Moet je nou zien kijken! Man, wij zijn met Flappy ook niet gestopt. Er is helemaal geen jury. Er is geen prijs ook. Die de haars, die hebben ons dat ons blad niet tot de missen door hetzelfde uitkomt. Maar vandaag was ik getuige van uw, laten we zeggen, kleine ongelukjes en zo. En dat bracht me op een idee. Ik heb het voorgelegd aan mijn collega's en die waren enthousiast. Voortaan kiest ons blad naast een misser door hetzelfde ook een brokkenmaker van het jaar. Hey. En u, meneer Vogel, bent de eerste en wint deze titel. Wat doe je? Nou ja, en wat is de prijs, Jan? Hou je vast. Dezelfde als voor de mister, doe het zelf. Dus dat betekent dat wij recht hebben op... Op de vakantie naar de Riviera en het bedrag in geld. Precies. Mooi. Hoe vind je dat? Niks. Ja, natuurlijk. Dat is onze enige voorwaarde, meneer Vogel. Ons blad moet foto's mogen publiceren. Dat is van u, geloof ik. Ja, inderdaad. Maar hoe komt u? Ach, dat is waar. Ik had het hier laten liggen. Het viel me alleen tegen. Het zat er niet in. Het viel me tegen. En het zat er niet in. Waar heeft u het over, oma? Ja, over het vogeltje natuurlijk. Er is bij het nemen van de foto altijd geen minder het vogeltje. Ja, en toen zag ik dat ding hier liggen. Ik dacht... Ik ga eens kijken waar het meisje eigenlijk zit. U hebt dat toestel toch hier opengemaakt? Ja, natuurlijk. Er is stom bij vragen gekomen, anders kon ik toch niet kijken wat erin zat. Ja, maar zeg maar dag tegen je prijs. Die film is natuurlijk, die is verknoeid. Ook niet dan. Die film die is waardeloos. Maar er zat gelukkig een nieuwe film in. Waar nog niets op stond. Oh, nou had u bijna heel de zaak verknoeid, hè? Verknoeid? En jij en Otto zei je dat die foto's... Nou, ik ga weg. Ik krijg van jullie allemaal hier toch geen hoogte. Dan help je de lubbels en die zit weer. Jo, ik ben benieuwd hoe de kinderen het vinden, hoor. Nou, die zijn wel op de hoogte, hoor. Ik heb ze het net verteld. Nou, waar blijven die twee dan? Ja, als ik het goed heb, dan halen ze iets om de verkiezing van meneer Vogel te vieren. Wat leuk, zeg. Hier is een taart voor de Vogelprijs. Oh, niks ervan. Die taart is voor mij. Die neem ik zelf in ontvangst. Nou, dat zou ik maar niet doen, hoor. Jij bent toch al zo'n brokkenmaker, hè? Nou, dat is nou precies wat ik op dat hele gedoe niet tegen heb. Die naam, brokkenmaker van het jaar. Alleen maar omdat ik toevallig een paar kleine ongelukjes had. Die had iedereen kunnen overkomen. Nou, Otto, iedereen? Ja, iedereen. Zo is